stadsstof. Wat je hebt met landen in een stad, met toekomst aan een plek haken, is dat je voeten het gewicht niet houden op de eerste stappen. Verzwikken, struikelen, omklappen. Dan hoop je dat de stad een hand uitsteekt en je overeind helpt uit het stof. Liefdevol je billen afklopt en een zetje geeft. Wat je hebt met landen in een stad is dat je neus de lucht niet kent en je verdwaalt door het volgen van de sterkste geuren, zoals die van een grootschalige bakkerij. Ik ben Michelle Brouwer, ik ben 33 jaar. Ik heb in mijn jeugd heel Friesland een beetje meegemaakt, Noord-Friesland. Voor de studie ben ik verhuisd naar Zwolle. Daar heb ik journalistiek gedaan, maar dat vond ik niet creatief genoeg. Dus toen ben ik overgestapt op creative writing en dat is een schrijfopleiding. Daar ben ik van afgestudeerd met een dichtbundel. En sindsdien heb ik heel veel dingen gedaan als schrijver in opdracht. Ik ben lid geweest van het Dichtersgilde van Overijssel. Ik heb opdrachten gedaan voor het waterschap Vechtstromen. Schrijfworkshops gegeven en heel veel leuke dingen gedaan. En nu ben ik in Almelo, werk ik bij de bibliotheek. En nu ben ik stadsdichter van Almelo. Als stadsdichter maak je gedichten voor de stad. Dus bij belangrijke momenten zal ik een gedicht schrijven. Of ik zorg dat er gedichten te vinden zijn op belangrijke plekken. Tenminste, dat is wat ik graag wil doen. Ik schreef altijd al gedichten. Mijn opa deed het ook. Alleen die overleed toen ik 10 was. Dus dat, daar heb ik niet heel veel meer mee kunnen doen samen, zeg maar. Of dat ik het heb kunnen leren. Maar ik heb wel al heel vroeg gedichten gelezen daardoor. En toen ik 11 was, verhuisden wij van de stad Leeuwarden naar het dorpje Holwert. En degene die in dat huis woonde, die was een dichter. En ik rijmde altijd. En hij zei van, anders probeer je een keer gedichten te schrijven zonder rijm. En dat vond ik maar gek, maar ik heb het wel geprobeerd. En daar ontdekte ik dat je echt kan spelen met taal. In wat woorden betekenen, dat die twee dingen kunnen betekenen. En dat je daar iets omheen kan bouwen wat dan een gedicht wordt. En als je dan niet weet waar je bent, begin je te eten. Zodat je mond de stadssmaken opneemt. Beschuit en krentenbollen en koek. En als je dan probeert te praten, voel je dat je tong anders beweegt. Je voelt je anders dan je was. Wat zit hier in het eten? Is het geschiedenis? Ik heb veel plannen. Ik had 42 ideeën opgeschreven. En die zijn niet allemaal uitvoerbaar en sommige lijken wat op elkaar. Maar ik zou heel graag poëzie ook in de openbare ruimte willen brengen. Andere idee is om poëzie te brengen bijvoorbeeld op gemeentebusjes met scholieren. Dat we ze eerst leren over wat de gemeente doet en dat je dan samen gedichten gaat maken voor op zo'n busje. Je luistert naar de stem van de stad en neemt die op jouw manier over. Voor je het weet heb je een platte grond gemaakt vol kruissteken op plekken waar verse herinneringen zijn ontstaan. Stof voor mooie verhalen. Voor je het weet heeft de stad jou in zich geweven en is de stad naadloos in jou overgegaan. Aderen zijn ook draden, dus misschien na enige tijd bindt die zich zelfs aan je hart. Daar heb je het al, ja. Daar staat Almelo, vastgestikt in rode draad.